goeiedag. Mijn naam is Jelle Brouwer, wethouder onder andere van wonen in de gemeente Uitgeest. En we zijn hier in een klein maar belangrijk gezelschap en op een heel heugelijk moment. Heugelijk moment voor Uitgeesters die op zoek zijn naar een appartement en ook graag willen dat het in het centrum gaat gebeuren. En dat zijn niet alleen maar appartementen voor mensen die ontzettend veel geld hebben, maar ook voor mensen die nu misschien in een te grote huurwoning zitten en heel graag gelijkvloers in het centrum bij onze voorzieningen willen gaan wonen. Dit is het eerste project in het kader van het hele centrumplan. Het centrumplan wat dit gebied omvat, plus de vier schoollocaties. Nou, we zijn heel blij dat dit nu concreet gaat worden, want dat is waarom we hier staan. De ontwikkelaar ik namens de gemeente. We hebben nog heel wat stappen te gaan, want zoals een bekende staatssecretaris ooit zei, in gepraat kun je niet wonen. Dus ik wil graag elkaar hier volgend jaar weer ontmoeten. Stormvast moet het allemaal worden. Weer ontmoeten en dat we hier het geluid van een heimachine gaan horen. En ik hoop dat het verder voorspoedig gaat verlopen en dat we de eerste mooie 40 woningen voor Uitgeest hier neer gaan zetten. En ik kijk er echt naar uit om de vervolgstappen hierin te gaan maken. En ik heb er alle vertrouwen in dat wij met elkaar tot mooie dingen komen. En uiteraard doen we dat ook in gesprek met de bewoners. We kunnen niet iedereen tevreden stellen, ongetwijfeld niet. Maar we weten wel dat er hier enorm veel behoefte aan is voor alle inwoners. Tot zover mijn praatje. Ik wil nog heel kort hier iets aan toevoegen. Ja, natuurlijk. Dus van, wij gaan de komende tijd verder waar we al volgens mij een jaartje mee bezig zijn. Het ontwerp afmaken. We hebben inmiddels een goedkeuring van de Welstandscommissie. We hebben een makelaar laten kijken naar om het idee van de woningen die we hebben. En die heeft daar weer zijn visie op gegeven. Heel langzaam gaan we naar een situatie toe dat we de woningen ergens in de nabije toekomst gaan aanbesteden aan aannemer. En dan gaan we met elkaar in verkoop. En dan gaan we proberen de juiste kopers vanuit Geest te vinden. En gaan we proberen die mensen een goede huisvesting te bieden. Is het hele boek vol? Nou, even opkijken. Ja. Ik moet wel een beetje mikken hoor. Ja. Gaan wij wisselen, denk ik. Ja, nou, mooi. Ja, mooi. Nou. Mogen we dit doen? Yes. Hé? Hey. Zet hem op. Nou, proost. Nou, jongens. Hey. Op uit geest. Zeker. Op uit geest. En op de samenwerking. Zeker.